maken we met Clubhuis TV een verslag van de dinnershow van William Burg en Stanley Hazes. Hier achter mij zie je al heel veel mensen die aan tafel zitten. Dat wordt een diner dansen met allerlei muziek, eten, drinken en gezelligheid. Clubhuis TV is erbij en maakt hier een verslag van. U bent hier bij de dinnershow van William Burg en Stanley Hazes. Bent u hier al ooit eerder geweest? In de Hoogwei zelf? Nee, bij de dinnershow van Stanley en... Eerste keer, nee. Hoe bevalt het tot nu toe? Het is nog maar kort, maar bevalt het? Ja, het is hier sfeervol, hè? Ja. Mooi ingericht. Heel mooi ingericht, echt wel. En het was ook heel hoop bekenden. Ja, heel warm. Dames en heren, ik wens u een hele goede avond. Welkom hier in de Hoogwei in Berlikum. Stanley, een grote opkomst vanavond tijdens de dinnershow van William en Stanley Hazes. Wat had je verwacht een beetje? Hoeveel mensen dat er zouden komen? Ja, we wisten van tevoren al dat het uitverkocht was. Het was in principe binnen 2-3 dagen was het uitverkocht. Het is een gekke huis en met alle mensen om ons heen. En alles loopt in goede banen. Gewoon fantastisch. William, een dinnershow. Anders als een fanavond? Ja, absoluut. Veel meer werk met het eten natuurlijk, de voorbereidingen. Een fanavond, daar staat iedereen natuurlijk lekker al vanaf 9 uur aan de staantafels en is het een totaal andere sfeer. Maar wat is nou de formule om dit nou zo succesvol te maken, denk je? Ik denk dat William een hele grote aanhang heeft. En ik ook. De mensen zijn gerand als wij iets gaan doen, een evenement, dat het gewoon gezellig is. Dus de mensen willen gelijk voorop staan. Hoe combineer jij dit alles met alle andere dingen die je nog doet? Dus je werk, je zingen, je kind. Want ja. je hebt voor de mensen die het niet weten, je hebt een pasgeboren kind. Ja, zeker. Ik ben net vader geworden. Ashley natuurlijk, daar ben ik super trots op. Ja, op mijn andere twee dochters ook natuurlijk. En Naomi en Estelle, maar ik bedoel, is net geboren, 5 weken oud. Ja, ik moet eerlijk zeggen, heel af en toe dan zakt de moedje wel eens in de schoenen. Ik bedoel, we zijn natuurlijk met 5, 6, 7 dingen zijn we bezig. Zoals jullie zijn er op veel, ja, bijna even alle evenementen zijn jullie erbij. En ik wil het gewoon perfect hebben. Voor mij is 99% is niet goed genoeg. Nou, kunt het nooit voor iedereen goed doen natuurlijk, want ik heb altijd natuurlijk wel een klachtje links of rechts. Maar over het algemeen wil ik wel dat de mensen zeggen van, jongen, wat was dit weer een geweldige avond. En ja, daar kruipt heel veel tijd in. Sherelle, jij treedt vanavond op tijdens de dinnershow met William Burg en Stanley Hazes. Wat verwacht je een beetje van vanavond? Ja, ik heb het eerder meegemaakt, een dinnershow. En het is gewoon chic eten, lekker met z'n allen. En daarna was het feest eigenlijk los. Dus ja, het is gewoon keileuk. Ja. Ouders van William Burg, voor jullie is het bijna standaard om hier geïnterviewd te worden en bij je zoon te zijn, toch? Ja, we krijgen alle jaren steeds meer ervaringen in. Het zijn al 3 of 4 jaar op rij geloof ik dat wij al interviews geven, maar we vinden het hartstikke leuk. Dat is het grootste. Dit is weer iets heel anders, een dinnershow. Want het is wat anders dan een fandag, in ieder geval van William Burg. Het is een beetje een diner dansant. Hoe vinden jullie dit? Ja, ik vind dit geweldig. Hier kun je kunnen blijven zitten. Met fanavond is het vaak allemaal op elkaar staan. En dit is lekker bij elkaar zitten, praten. Je kunt luisteren, alles netjes bekijken. Prima. Davy, voor jou wordt het een beetje routine volgens mij, of niet? Het is voor mij elk jaar bijna hetzelfde. Altijd de artiesten zo in heel aan het begeleiden. En we gaan er gewoon weer iets leuks van maken vanavond. Dus dat, Ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier vanavond. Geniet ervan. Dat zal wel lukken, denk ik. En volgens mij doe jij ook nog een heel klein rolletje. Ik heb vanavond wel een clipopname, ja, dat klopt. Wat ga je precies doen? Dat weet ik nog niet. Is voor mij nog een verrassing. Ik krijg straks mijn tekst en dan kan ik zien wat ik moet doen en dan ga ik op inspelen. Dus, spannend. Zeker weten. Ik wens je veel succes. Dankjewel. U hebt even genoten van een sigaretje, denk ik. Maar hoe bevalt het binnen? Ook niet. Oké.
U komt hier naar de dinnershow, maar dan hebt u een stukje gemist. Ja, maar ja, ik haal het wel in hoor. Ja, ja zeker weten. Laat gewoon nog even de soep halen. Ga erop. Ja, maar... Veel plezier. Goed, erop. Yo la vi esperar y cada día cada madrugada para quererla. Peter, het organiseren van een dinnershow, is dat veel anders dan het organiseren van een fanavond? Ja, dat is heel, heel iets anders, ja. Dit is nog meer de mensen er proberen er zin te maken. Kijk, een fanavond is mensen komen en die weten, nou, er is te drinken. En we weten wat voor artiesten er komen, maar dit is toch meer van, ja, het eten moet kloppen. Vanaf het eerste moment dat ze binnenkomen, moet het al kloppen. Eigenlijk dit samen met een aantal mensen georganiseerd. Hoe voelen jullie je? Goed. Ik vind het wel gezellig. Ben je trots? Ja, altijd op mijn mannetje. Altijd. Nou ben ik eigenlijk heel benieuwd hoe de dagen voordat deze dag begint, eigenlijk hoe zijn ze dan thuis? Gestrest. Ja, stress. Druk. Hoe dealen jullie daarmee? Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, je raakt er wel aan gewend. Ik merk wel dat William nu echt in heel veel evenementen en dingen tegelijk loopt. Ook zijn werk natuurlijk ook nog. Ja, want we hebben hem net gesproken, hij is heel druk, hè? Hij is ontzettend druk. En af en toe, je merkt dat hij dingen gaat vergeten en zo. Dus hij is echt heel erg druk. Hoe gaat Stanley ermee, hoor? Ja, ook gewoon eigenlijk normaal. Hij is wel gestrest, merk ik ook heel goed. Maar ja, ik vind het mooi voor hem. Zeg je? Ik vind het mooi voor hem. Gezonde super. Stress hebben ze ja, vast van. Ja, dat is gewoon, hoe noemen ze dat, gezonde zenuwen. Ja. Dat, ja. Genieten jullie er wel van? Ja, ik vind het super. Ja, wij genieten er wel van. Ja, wij altijd. Ja. Wat is jouw taak eigenlijk deze avond? Mijn taak was, nou niet deze avond, mijn taak vanavond is genieten ervan. Dat is lekker dadelijk dansen met het vrouwtje, een borreltje pakken en genieten tot het afgelopen is. En dan krijg ik weer mijn zware werk, want dan moet ik wel op afbreken. Ja, tot heel laat heb ik gehoord. Heel laat, vorig jaar was het bijna 4 uur geworden. En ik verwacht dat het vanavond ook wel weer tot 1 uur of 4 uur doorgaat. Doe je het met veel plezier? Ja, dat wel. Ik doe het voor William, want het is ja mijn maatje. Maar ik doe het zeker met veel plezier. Dat is, Volgend jaar weer mee, helpen? Ja, met 20 december ben ik er ook weer bij. Hoor. Dat is, het gaat gewoon continu door. Want ik word wel meegetrokken door hem. In de lucht en aan het zingen, niks te denken of verdrinken, maar nu langs ieder zin in de lucht. Ik heb je gegeven, wat is maar. Ik ben niet zonder jou, maar ik kan niet zonder jou. Ik kan niet zonder jou, maar ik kan niet zonder jou.
Thank you.